Hallo mensen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en in dit geval een nieuwe aflevering van de Wie Ben Ik serie. We zijn nu op aflevering 3 van seizoen 2 aangebroken en ik sta hier samen met Postini, _YouTube, oftewel Austin en Rick, oftewel Relax Park. En wat gaan we doen? Het is de bedoeling dat wij eigenlijk alle drie naar de kapper gaan, individueel. En naar de kledingwinkel en weet ik veel wat. We mogen van alle accessoires gebruik maken. Dat wij een personage in ons hoofd nemen. En dat we die eigenlijk na gaan doen met alle mogelijkheden en accessoires en shit en dingen die we hebben. Om die persoon zo goed mogelijk na te maken. Daarna komen we met z'n drieën terug bij mij thuis. En dan gaan we het van elkaar raden. Als één persoon het van je raadt, krijg je 1 punt. Als 2 personen het raden, krijg je 2 punten. En als niemand het raadt, dan krijg je 0 punten. Haha. Pak lekker mijn auto erbij. Ik ga er ook gauw vandoor. Dit is een personage wat ik dit keer ga zijn. Welke? Dus ik denk dat het niet... Ja, ga ik niet tegen jou zeggen. Dus ik denk dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn voor Rick en Austin. En we mogen altijd een hele kleine tip geven. Maar ook weer niet een te grote tip natuurlijk. Nou, ik ben al naar de winkel. Ja, het ik span aan de andere kant. Het chillen is dat mijn auto... Dat we altijd in mijn garage starten. Dus ik kan altijd mijn auto pakken en zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde kledingwinkel of kapper gaan. Leuk. Nou, ik heb al één item wat ik nog nooit eerder gebruikt heb. Heb ik al in mijn bezit, wat ik dus ook ga gebruiken. Dus ik zal dat gelijk even aanzetten. Ja, het is ook altijd de bedoeling dat we elkaar niet tegenkomen. Dan word je gedisqualificeerd, de persoon die iemand anders kruist. Oh, oké. Oké. Dat gebeurt toch nooit. Hey, we willen allemaal winnen, toch? Ja, dat sowieso. Perfect. Dit is precies wat ik nodig heb. En wat past natuurlijk bij zo'n persoon als deze? Nou, dat weten we allemaal wel. Dat is natuurlijk een speciale kleur in een natuurlijk bepaald iets. Ik weet al dat ze het hebben. En dat ziet er natuurlijk voor gemeten uit. Dat moeten we natuurlijk in die kleur hebben. Dus die ga ik lekker gebruiken. Helaas hebben we niet iets langers. Zo 1, 2, 3 weet. En dat past er natuurlijk perfect bij. Moet natuurlijk ook wat uittrekken aan accessoires. Want die handschoenen zijn natuurlijk niet nodig. Gaat met jullie jongens? Ja, goed. Ik ben net de kledingwinkel aan het lopen. Oh, je bent net de kledingwinkel voorbij gelopen. Kijk, ik denk niet dat deze persoon echt iets voor onder de voeten nodig heeft. Maar laten we toch maar eventjes kijken. Ik ben benieuwd welke jij weer hebt. Dat lijkt er gewoon niet. Ja, ben je benieuwd? Ja. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar jullie. Weet het nog niet. Nou, dit past natuurlijk helemaal niet. Ik denk dat ik dit gewoon simpel moet houden. En ik denk dat ze aan accessoires niet echt veel hebben waar ik wat aan heb. Maar ik kan natuurlijk altijd nog gewoon kijken. Dus ik ga even kijken. Nou, dan lijkt het meer alsof die persoon gaat sporten. En dat past natuurlijk helemaal niet. Wat is dit? Dat kan niet eens. Dat ziet er ook een beetje vreemd uit voor die persoon. Dus dat gaat hem ook niet worden. We zitten nu gewoon te kijken of we iets kunnen zien of iets vinden wat net eventjes iets meer toevoegt. Maar ik denk dat dat hem gewoon echt niet gaat worden. Dit past er gewoon niet bij. Dus ik denk dat ik deze voor dit keer gewoon simpel moet houden. Ik kan nog wel eventjes een stukje gaan rijden. Maar niet naar die kledingwinkel kom. Ben ik. Nee? Ik kom niet naar de kledingwinkel. Ik ben eigenlijk al bijna zo goed als klaar. Nu al? Ja, ik ben echt snel... Dat is echt recordtijd. Echt niet normaal, hoor. Je hebt toch, echt recordtijd. Je hebt toch niet alle gekeken wat je moet hebben, hè? Nee, dat heb ik niet. Jij toevallig niet, hè? Oh, shit, wegwezen! Ik ben in de buurt bij iemand. Nee? Heeft iemand van jullie stiekem al vast gekeken van tevoren wat je allemaal kon halen? Tuurlijk niet. Ben ik niet. Kijk geen Austin. Ik ga naar binnen. Ik wil even deze auto een ander kleurtje. Maar ik vind die lijmgroen vind ik op zich best wel vet. Ga je nou gewoon je auto tunen? Ja, het moet gewoon heel eventjes, weet je. Je hebt gewoon zo weer tijd over. Ik wil natuurlijk wel in stijl aankomen in mijn eigen huis. Ik wil even die kleur, want ik wil dat eigenlijk niet zwart hebben. Ik ben al klaar. Nee, ik wil nog niet weg. Jij bent ook al klaar? Ja. Nou, hey, Rick, staat nou, is het wachten op mij? Ja? Oh, die chrome is wel vet, maar die heb ik natuurlijk nog niet. Mijn poppetje loopt als even een... Kijken, hoor, want ik vind die kleur, die lijmgroen, vind ik op zich best wel strak.
Ik wil een keertje echt deze auto, weet je. De Osiris is natuurlijk sowieso een vette auto. Maar ik wil hem gewoon een keertje echt een hele vette kleur geven. Diamond blue. Zou ik hem gewoon helemaal diamond maken? Dat klinkt als iets voor mij. Ja. Niet dan? Wel mooi, ja. Metallic. Even kijken. Pas wel. Deze zijn wel echt vet, hoor. Vind die red vind ik ook nog vet. Dat carbonate red. Diamond blue. Hoe gaat het met jullie, jongens? Ja, slecht. Ik ben klaar. Ah, lekker bezig. Ik ben gewoon eerder dan ik. Dat is wel een gekke kleur, hoor. Zeg eerlijk. Ik moet alleen nog even... Je mag wel gewoon een masker, toch? Ja. Ga je gang. Voor mij mag je een masker hebben, hoor. Niet weer hetzelfde als Alstin, hoor. Dan word ik echt niet goed. Nee, als nu dat gebeurt, hè, man, joh. De rest ga ik wel later doen. Maar ik heb in ieder geval een ander kleurtje. Een hemelse kleur, om het zo maar te zeggen. Ik ben al bij je huis. Ben je al bij mijn huis? Yo, ja. Creep. Sta je nou bij mijn huis? Ja, ik sta je huis. Echt een stalker, jij al. Echt een stalker, hè? Zit me gewoon te stalken, ja. Oude stalker. Zo, even recht alles kapot maken. Ik rij ondertussen ook alweer naar mijn huis. Weet je, ik wil eigenlijk even mijn huis laten zien. Want ik heb een nieuw interieur. Eigenlijk wel de moeite waard om te laten zien, als ik eerlijk ben. Ik ben gewoon echt trots op mijn interieur. Ja, helemaal trots op, ja? Nou, het is ook ik wil dat ook wel zien, even zo. Ja, jij hebt het toch al gezien? Nee, ik ben nog niet bij jou binnen geweest. Oh, ja, maar jij komt er niet in, wat dacht jij dan? Oh, oké, dan niet. Grapje, je hebt toch een sleutel? Ja, natuurlijk. Waarom? Ik heb geen sleutel volgens nodig. Volgens mij hebben jullie allemaal de sleutel van mijn huis. Ja, tuurlijk. Ja, ik ga zitten bellen als ik gek. Zo. Ik heb nou wel echt, nou, ik moet wel nog echt een normale groene kleur. Hé joh, ik ben nog niet welkom. Even wacht jij tot Rick er is. Gek. Ik laat heel veel mijn huis zien, jongens. Even kijken, hoe dat ook weer, MTV, hoe heet dat ook weer? Crip? That's my crip, hoe heet dat? Shit, ik kom er niet op. Normaal wist ik het altijd. MTV Crips. Yo guys. Welkom in mijn huis. Oké, kijk, dit interieur is toch gewoon echt strak. Aqua heet het. Ik vind het echt heel vet. Lekker open haartje, vuurtje erbij. Gewoon een gezellig sfeertje. Mooi uitzicht, als je eerlijk bent, want je kan daar op het pier kijken. Ik vind dit echt helemaal mooi en de moeite waard. Rick, hoe ver ben je eigenlijk? Ik ben bijna klaar. Bijna klaar, is goed. Dit lang. Goed, hier is natuurlijk gewoon, ik heb mooi een balkon, daar zit ik nog af en toe op te chillen. Daar sport ik en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik vind het helemaal mooi, mijn kledingkast, hè? Grote kledingkast. Ja, ik ben klaar. Ben je klaar? Ja. Is goed, kom er maar aan. Rees je nu naar mijn huis? Je bent welkom hoor, kom er maar bij. Staat de koffie al klaar? De koffie staat al klaar, maar ik drink wel eventjes een wijntje even. Oh. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou niet van wijn. Ik had beter dat gezonde drankje daar rechts kunnen drinken. Ja, dat is veel beter voor je. Dat is veel beter, hè? Goeie voorbeeld geven. Ja, tuurlijk. Goeie voorbeeld geven. Ik zal gelijk eventjes een juice drinken, een sapje. Achteraan. Voor onnuchteren. Ik hoop wel dat jullie een beetje... oh ja. Ik hoop wel dat jullie een beetje weten wie ik ben. Ja, ik hoop ook dat ik het weet, want jij bent altijd de moeilijkste van iedereen. Ja, als ze die klimmetje gaan raden, dan... Dat kan het gewoon niet dat eigenlijk. Dat ziet er echt niet uit. Oké, hoe lang duurt het voordat jullie te zijn? Toch een halve mijl. Alle uur. Een halve mijl. Is goed, jongens. Ik ga eventjes op de bank zitten en dan wacht ik weer zoals altijd. Ja, is goed. Oké, nou, Rick en Alstin staan voor de deur. Het duurde eigenlijk niet lang dit keer voordat ze er waren. En ja, ik zit nu een beetje te kijken, maar ik kan bijna mijn gloofje in kijken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we gaan maar eventjes van boven kijken. Pardon? En... Wat? Wat? Ik doe de deur voor jullie open, jongens. Ja, is goed. Oké, eerst doen we Alstin naar binnen. Oh my life. Eens even kijken. Fuck. Wat de heck? Ik weet niet wie dat voor moet stellen. Oh, ik denk het trouwens. Ik weet het. Oh, shit. Ik weet niet. Weet je het al? Ik denk, ik heb al een idee. Oké. Dan moet ik eventjes goed bekijken. Oké. Jezus, wat zie jij eruit? Oh my life. What the fuck? Wat maakt het moeilijk? Oké, jongens. Kom maar hier. Ik maak het niet moeilijk. Mag ik een kleine tip geven? Rick, we gaan natuurlijk zoals altijd weer op onze plekken staan. Welke en we plek? Beginnen totaal dit keer nieuw huis. Met het raden van Rick.
Ja. Rick. Als de Hier weet ben je ik. wie Rick is. Nou, Nick, ik heb geen flow idee. Wacht, ik ga even kijken hoor. Kijk maar even goed. Denk even goed na. En? Is het specifiek of algemeen? Ja, je moet wel specifiek zijn. Je moet wel echt een persoon of iets zijn, hè? Dus niet een random een clown, maar het moet wel gewoon een naam zijn van iets. Maar ik denk dat ik het al weet, Rick. Maar Wat ik wacht dan? heel veel op Austin. Ik had namelijk zelf dat karakter ook in mijn hoofd om te zijn. Ja? Austin, weet je wie Rick is? Want Rick mag nog een kleine Kittrick, tip jongen. geven. Waarom moet je het altijd zo? Ik ken er helemaal niks van, Rick, Nou, ik je ben mag een kleine ik tip zeg heel geven. eerlijk, ik ben Ja? niet echt een persoon of zo. Ik ben gewoon. Het Ja, was je een moet wel een garage. persoon zijn. Ja, jongen. Gaat dit iets heel algemeen nemen, Ja. jongen? Fucking begon. Nee, je moet wel echt een. Oh, ik weet Ja, hem. wat Ja, ben weet jij ik? hem Ik weet ook, het ook. Austin? Dan weet ik Zeg het het ook, maar. ja. Dat is niet moeilijk, hè. Nou, Vertel zeg het maar, maar. Austin. Ja. Killer Eén clown ben punt. je, Rick? En dat Ja, is twee killer clown. punten. Oké, Hoppa. top. Ah, je Rick heeft twee vieze. punten. Lekker hoor. Rick heeft twee punten. Nou, die Lekker van bezig, jullie Rick. weet ik allebei niet. Dit Doei. komt mooi uit. Ja, Ja, terug Rick, komen je wou. jij. Terug. En je hebt daarboven Sta niks te helemaal zoeken, jij. kapot. Ja, ik wou even boven kijken. Ja, Kom daar heb dan, je kom niks te stoort. zoeken, jij. Oké. Nu is het tijd om Austin te raden. Austin. Ik zit je eventjes goed te bekijken. Rick, weet jij wie Austin is? Nee. Nee, helemaal niet? Nee, ik denk toch dat hij een kleine tip moet gaan geven. Want... Austin, geef me een kleine tip. It's me. Hoe? Ja, ik weet het. Ik had toch gelijk. Je bent alleen iets vergeten. Wat? Rick, weet je wie Wat was die Austin tip? is? Ik hoorde het niet. It's me! Of zoiets. It's Ik me? weet het al, ja. Ik weet het al. Weet je wie Austin is, Rick? Nee, ik heb. Nee, dat meen je niet. Ik zweer het Geef je. je het op, Rick? Was dat je tip? It's me? Je mag het nog één keer met stemmetje doen, Austin. Ik denk dat Rick het niet It's hoorde. me! Maar ik weet het echt niet. Oké, Wacht, dat helpt. Dat Rick. is dan. Ja. Nee, nee. Mijn broertje is groen. Nee, je mag het niet. Je mag het niet. Dat mag je niet zeggen, Austin. Dan vertel je te veel. Wat Oké, een Austin, je bent broertje is Mario. groen. Je bent Ja. Mario. Oké. Holy shit. Dat is Mario. Ik dan ben heb je echt een nu twee Mongool, jongen. punten. Ja, Ah, vecht dat maar jongen. voor buiten uit, jongens. Holy Dat shit. houdt in dat Rick twee Ah. punten heeft gekregen en Austin één punt. En dan is nu tijd om mij te Maar jij bent raden. lekker jezelf gebleven, zie ik al. Ja, mooi hè. En een hoek. En als kleine tip geef ik dat ik in de lucht kan zweven en vaak een pijl en boog richt Ja, op ik weet het mensen. al. Op Zeg het mensen. maar. Ja? Ja, Jij Cupido. bent Cupido, ja. Ja, ik heb twee punten! Ja, ik Weet heb je hier wat dat 1 punt, inhoudt? I'm fucking Dat houdt dumb. in dat ik voorsta met 6 punten. Austin 5 punten en Rick ook 5 punten heeft. Dus dat houdt in dat ik lekker voorsta. Dat Dus meen je jongens, niet. kom erbij. We gaan lekker weer een foto maken. Leuk. Ik zit hier Afsluiten. lekker. Ik zit Dat hier is echt het lekker. leukste Kijk, van de dezelfde dag. kant. De Kom foto. Ja, ik kom. Ja, dat is echt leuk. Zo staat hij al. Dus maak een foto. Godverdomme, Ja, ik sta gewoon weer voor. Je staat net voor met je hoofd. Maar maakt niet Ah, uit. zo Maak maar jammer gewoon zo. dit. Hoppakee. Dus jongens, dat was het weer voor vandaag. Ik ben in ieder geval heel erg blij mee. Ik sta natuurlijk weer voor. Weg met de camera. De camera blijft altijd Oprotten met die hangen. camera. Ik sta voor met 6 punten. En Austin en Rick die delen de gedeelde tweede plek. Nu op het moment met 5 punten. En we hebben natuurlijk nog twee afleveringen te gaan. Dus ik zou zeggen, hou ze in de gaten. Check ze out. Check ze out. Check Check ze out. uit. Ze Check ze komen out, snel jongens. weer. Check Rick Check zijn Twitter uit. Rick Paridon. En check Austin zijn YouTube natuurlijk uit. Postini laagstreetje YouTube. En dan zeg ik tot de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering, jongens. Doei doei.